dag 3. Gisteravond was een succes met onze, tijdens onze night drive. We hebben leeuw gezien, we hebben hyena's gezien. Allerlei andere dingen die we ook overdag hebben gezien. En nog steeds gaan we vandaag op zoek naar een leopard, cheetah. En ja, meer leeuwen is altijd mooi meegenomen natuurlijk. En net ook bavianen gezien, die zijn echt enormes, echt super groot. Het zijn grote en kleine apes in India, Thailand en zo. Ja, ik hoop nog steeds om een hippo van dichtbij te zien. Ik heb ze tot nu toe alleen van ver af gezien, of ja, half in het water zeg maar. En dan zie je ze niet echt zeg maar, hoe groot ze eigenlijk zijn. Maar goed, volgens mij is het best wel lastig om ze van dichtbij te spotten. Ja, dat. We zijn hier bij een van de picknickspots. En gewoon op de weg naar de, tussen de reststops waar we slapen, hebben ze van die picknickspots geplaatst. Waar je dus ja, je eigen eten kunt eten of bij de cafeetje of strand wat eten kunt halen. En ja, wat grappig is eigenlijk dat ze hier helemaal geen hekken hebben ofzo. Dus de achtergrond is helemaal open. Dus ik weet niet hoe ze hier je beschermen tegen alle wilde dieren als hyena's en leeuwen en panzen allemaal. Maar blijkbaar is het veilig. Dus iedereen maakt gebruik van de faciliteiten hier. Wat trouwens heel erg handig is hier, by the way. Ze hebben hier overal wc's geplaatst. En wc's in Afrika zijn nu toe echt helemaal schoon. Vergeleken met wat we in Azië tegenkwamen. Dus mocht je hier ooit gaan reizen, hoef jij er geen zorgen om te maken. Oké, we hebben dus weer een leeuwin of een leeuw gespot, weet ik nog niet zeker. Hij ligt daar in het gras, of ja, tussen de struiken en zo. En ja, nu is het gewoon echt puur een kwestie van afwachten en hopen dat hij op het moment opstaat en dat je hem geheel kunt bewonderen. Dus ja, wat we gaan doen is lekker wachten nu. We hebben altijd tijd, dus why not? Oké, we staan hier al een tijdje te wachten, maar helaas geen beweging. Hij ligt daar gewoon nog steeds levenloos, letterlijk. Hij beweegt niet meer, dus ik denk dat hij gewoon zwaar aan het dromen is. Hij is lekker aan het slapen. Dus, het is hier extreem warm. En er komen van die zieke kevers onze auto binnen. Waar Farang extreem bang voor is. Klopt. Dus ik denk dat ze gaan vertrekken. Check ook. File opeens hier, wat de hel, het is gewoon echt niet leuk meer. We komen langs deze olifantjes die lekker aan het baden zijn. Ik weet niet of ze nu aan het vechten zijn of gewoon spelen of zo. Het ziet er echt super schattig uit. Kijk dit, dit is toch prachtig. We hebben vandaag helaas geen leeuw gezien. Niet na die ene keer. En ja, verder dezelfde dieren die we afgelopen dagen hebben gezien. Geen cheetah, geen leopard helaas. Maar we gaan morgen vroeg, ja, eigenlijk midden in de nacht. We moeten om 4 uur opstaan. Het is nu 8 uur. We gaan meteen slapen. Maar we gaan ja, dus zo'n sunrise tour doen dit keer. En hopelijk meer geluk. Welterust allemaal. Goedemorgen allemaal. Het is hier 4 uur 's ochtends. We zijn zo vroeg opgestaan om de ochtendsafari te doen met het busje. En we zijn behoorlijk moe, we hebben goed kunnen slapen, ondanks dat we om 8 uur gingen slapen. Maar we hebben er zin in, soort van. Ik ben echt moe. Afgezien van mijn leven, zijn steeds uitdruk hier. Nee, ik ben best vrolijk, maar zelfs wat minder vrolijk. Dat was nacht. Ik hoop dat we vandaag meer kunnen zien. Fingers crossed voor een leopard. Ik wil een leopard zien. In de ochtend is nogmaals net zoals opgang, zoals ondergang zie je het meeste action of game. Dus hoop daar dat we nu, echt nu al eruit gaan. Zien we echt gewoon de eerste zonnestralen. Zie je op zich dieren al rondlopen, ook een beetje in de nacht. Dus hoop daar wat meer te zien. En ja, ik denk dat we enig zijn. Een groot busje met z'n vieren, tot een private drive, soort van. Hebben we zin in? Helaas
niks gezien, niks bijzonders, voor niks op vroeg opgestaan. We zijn lekker ontbijten nu, we zijn teruggekomen naar de restcamp en eten bestellen. Dit is slim. We hebben weer een lion gespot. Hij is weer op een ver afstand. Je ziet hem daar, daar heel achter. Dat is zijn kop. Dat puntje daar. Kijkt onze kant op. Ja, en hij kijkt onze kant op. Maar ja, het is zo ver. Ik weet niet wat dichterbij was. Zoveel keer een lion spotten, maar van afstand, hè. Come on. Come over here. Dus je moet er van je dierengeluiden nabootsen. Je vraagt je af wat Marcel in deze positie doet in de auto. Maar hij heeft er wel eens geprobeerd een gezegde dode. Wat niet echt helemaal lukt. Want dus straks kwam er een enorme springkraan zoiets op mijn arm zitten. En ik schrok ervan. En toen lachte hij dat uit. Dus kan mij terug in het pakken. Helaas geen cheetahs en lions weer vandaag. En tijd voor avondeten. Ik heb chicken wings met friet. Vaak dezelfde burger als gisteravond. Je hebt niet veel keuze hier. Het is in ieder geval beter dan niks natuurlijk. Het is zo'n plek. Gisteren. Ja, maar het is echt heel ongezond. Ik krijg gewoon behoefte aan wat gezonds weer. Wat rijst, weet je, met een currytje of zo. Of pasta of zo. Het is gewoon heel vettig allemaal. Maar goed, zolang het de maag vult, hè. Goedemorgen. Het is een prachtige morgen hier in Kruger Park. Helaas onze laatste dag hier. Ik dacht, ik geef misschien even een rondleiding hoe het hier uitziet. Wat je eigenlijk doet hier, Kruger Park, het grootste gedeelte wordt beheerd door een soort overheidsinstantie, South Africa National Parks. En die hebben overal restcamps gecreëerd in Kruger Park. Allemaal 2-3 uur rijden van elkaar. En dat soort plekken zijn eigenlijk een soort van campings, maar dan met een, ja, ik vind het relatief luxe campings gezien de omgeving. Vaak zijn die lang van tevoren uitverkocht. Wij kunnen last minute alleen de duurdere bungalows krijgen. Niet dat we hier in een tent hadden kunnen slapen. Ik denk dat niet Marcel het leuk had gevonden. Ik snapte wel met al die gekke beesten om ons heen. Ik zag bij de weg gisteren een enorme slang van 2 meter. Maar goed, dat terzijde. Dit is hoe het eruit ziet. Dit is ons bungalowtje. Op de zijkant zie je bungalow van iemand anders. En dus het ziet er best wel leuk uit. En vooral de rest kan er nu zitten. Olifant. De oude Nederlandse heritage namen. Heeft echt een heel mooie view, zoals je kunt zien, over de Olifantse rivier. En ik ga even laten zien hoe het hier van binnen uitziet. Als je hier naar binnen gaat, de meeste hebben een soort van patio gebied. Vaak met een keukentje. Wij hebben bij deze geen keuken gehad, maar bij die andere wel. Ze hebben 3 andere nachten ergens anders gebleven, elke nacht ergens anders. Als je naar binnen gaat, ja, don't mind the mess. Want wij gaan dan zo gek alles over elkaar gooien als we weggaan om te proberen het niks achter te laten. Maar gewoon simpel, 2 bedden, koelkast hier binnen, vaak is koelkast buiten. Ja, gewoon een simpele badkamertje. En sommige zien er wat nieuwer uit, deze wat ouder. Onze ontbijt voor vandaag weer een classic breakfast met fried eggs, hash brown, friet en beans. En dit is onze uitzicht, dus altijd heel leuk. En vanaf hier kan je dus olifanten, hippo's en krokodillen spotten. We staan hier gewoon even stil omdat we hier een goed uitzichtpunt hebben. Een beetje uitkijken over het valley met wat water. Kom je blijkbaar heel wat leeuwen op af om water te drinken. Dus we dachten, gaan proberen. En daar zie je een hyena, de slechterik van Lion King. Hij heeft iets te pakken gekregen. Een bot waar hij op aan het kouwen is. Een half van het kokhals is. Ziet er super grappig uit. We rijden het park nu uit. Helaas niks meer gespot vandaag. Ja, wel gewone dieren, maar geen leopard of leeuw waar we dus helemaal op zoek naar waren. Maar goed, het is een mooie afsluiting van onze safari in Afrika. En nog diertje of zo, tot de gate dicht gaat. Dus probeer het maximaal uit te halen. Misschien spotten we nog iets, maar ik vond het echt hartstikke leuk en hartstikke mooi hier. Zeker de moeite waard om terug te komen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag en we vertrekken vandaag richting Swaziland. Het is echt een apart landje in Zuid-Afrika. En daar moet je ook een special permit voor hebben. Als je de auto huurt bij een autoverhuurbedrijf, dan moet je het van tevoren aangeven dat je naar het land toe gaat en dan moet ze een of andere stempel zetten. En dan mag je daarin rijden. En we proberen vandaag dus binnen
door het land te rijden. Even gewoon even kijken hoe dat is. En, misschien komen we leuke dorpjes tegen waar we ja, mensen kunnen ontmoeten en even spreken. Maar ik weet niet. Het is al best wel laat geworden vandaag. Dus hopelijk komen we voor het donker wel aan waar we moeten zijn vanavond. We slapen bij Sint Lucia, toch? Sint Lucia was dat. Dat is dichtbij zo'n andere game reserve. Ja, game reserve of zo'n national park. Waar je de wildlife kan spotten en zo. En hopelijk dat we daar dan een leopard zien. Wat we hebben gemist. Gewoon echt recht onder de neus geweest blijkbaar. Bij Kruger. En dan kun je achteraf in een app zien, zeg maar. En bleek dus dat daar een leopard was. Net op het moment dat we daar waren. Maar helaas hebben we het gemist. Afgelopen dagen heb ik niet veel gevlogd. Omdat ik het niet zo lekker voelde. Het ding is, Kruger, daar komt malaria voor. En we slikken allebei malaria pillen. Dus je moet ja, dat doen. Daarnaast ja, lange mouwen. Bewegende spul op je huid smeren en zo. En dus ja, dat, door die malaria-pil was ik een beetje ziek geworden. Dus nadat de afgelopen dagen gewoon in een hotel zaten en niet veel reisden. Ze zijn vandaag even door Swaziland gereden. Swaziland is een officieel apart land. Wat eigenlijk ingesloten soort van door Zuid-Afrika en volgens mij grenzen met Mozambique. Maar anyway, we rijden er dus eigenlijk vandaag 2-3 uurtjes doorheen. Gewoon omdat ik dacht, het laten we gewoon deze weg pakken en een andere weg. Nee, hij wilde gewoon een extra stempel in zijn paspoort. Nee, dat ik wilde het gewoon zien. Blijkbaar is hier, het is hier inderdaad ook echt anders, wat minder ontwikkeld. Steeds ontwikkeld genoeg dat je gewoon makkelijk met de auto erin kunt rijden. Maar ook leuk overal wat traditionele mensen, traditionele kleren, wat meer dan Zuid-Afrika, denk ik. Klopt. En wat eigenlijk gebeurt, ja, het meest chille border control over land ooit, denk ik. Je krijgt zo'n formuliertje en rij ergens heen, stempelen ze, je antwoord in stempelen ze, ga je weer door. Dan ben je Zwitserland uit. Hetzelfde in Zuid-Afrika kant. Net zit, het meest chillen ooit. Nee, het is zo jammer dat we weinig tijd hebben. Ik bedoel, we kunnen nergens stoppen, dorpjes, om mensen even aan te spreken. Aan de andere kant weet je ook niet of het veilig is. We waren eigenlijk van plan om 1 of 2 nachten hier te verblijven. Maar omdat we ja, wat ziek waren geworden en wat rust nodig hadden naar Kruger, hebben we het helaas niet meer die tijd. Dus we rijden nu in 1 keer door, Zwitserland. Dit is onze guesthouse voor vanavond. Het ziet er op zich wel oké uit. Het ruikt een beetje naar schimmel. Maar goed, het is maar een nachtje, dus dat maakt niet uit. We gaan zo meteen eten. En een vrouwtje hier, de eigenaar, vertelde ons van, ja, dat we in de avond moeten oppassen of een toortje hadden. Wij vonden oké, waarvoor? Maar blijkbaar komen hier dus hippo's gewoon. Die hippo's komen gewoon over de wegen en zo. En daar moet je heel erg voor oppassen. En dan moet je niet dichtbij komen. Er zijn blijkbaar incidenten geweest in het verleden. Om ons heen kijken zodat we niet ambushed worden door hippo's. That's Africa. Het is onze avondeten. We hebben allebei beza fish met chips en krijgen nog goed erbij. En we kregen net een horrific verhaal te horen over hoe een hippo een persoon had aangevallen hier met een halve been eraf en zo. Is dat best wel. Geamputeerd moeten worden. Ja. En wij echt van. Oké, het is hier dus echt menens. Het is geen grap, hippo's hier. Je moet goed oppassen. Maar voor nu lekker eten. In Durban. Het is eigenlijk maar één nachtje. We mogen vliegen vanuit Kaapstad. En het grappige van Durban is, Durban ligt aan de Indiase Oceaan. En alles wat aan de Indiase Oceaan ligt, heeft heel veel Indiërs. En ook Durban dus. En het is super grappig, er zitten heel veel Indische mensen die hier al 100, 200 jaar geleden zijn. En natuurlijk willen wij meteen Indiaas eten hebben. En echt hier hebben. Heerlijk. En dus wat we besteld hebben, puri met potatoes en een sausje erbij. En de rest moet nog komen, maar dit is onze starter. Ja, dit laatste dit gehad hebben is volgens mij echt in India. Dus ja. Het ziet echt vers uit. Echt, hè? Gaan we hebben 45 minuten gewacht en ik best een kebab willen hebben. Echt maar een lam kebab. En ze hebben heel skeerd echt maar 1 spies gegeven. Hier hebben dus 3 moeten wachten. Dat is al best wel een minpunt, volgens mijn critici. Volgens mijn kritische manier van beoordelen. Daar hebben we gerijst. En een curry die veel te donker vond te zien. Na lange tijd hebben we even een avondje niks doen. En dan gaan we lekker serie kijken. We zijn Better Call Saul aan het kijken. En het begint net spannend te worden. Dus